Joost van Est, de eerste stap naar handhaving in de Eredivisie is gezet. Ja, inderdaad. Heel fijn. We hebben er erg naartoe geleefd de afgelopen weken. We hebben er erg op voorbereid, maar het kwam er helaas vandaag niet helemaal uit. Dus het werd meer een knokwedstrijd, maar de punten tellen, daar gaat het om. Want vooral in de eerste helft hadden jullie het lastig. Ja, we hadden het heel erg lastig. Nieuwegein knokte heel erg hard. We speelden ook heel erg traag. Dat was heel moeilijk. Heel veel vanuit stilstand. Daardoor werd het heel erg moeilijk om de dekking open te spelen. Omdat de jongens toch 1-1 heel sterk zijn. En dan wordt het spelletje erg traag en dan wordt het moeilijk scoren. Nou ging het in de tweede helft beter. Hebben jullie iets aangepast in de rust? Ja, in de rust heeft de coach duidelijk even aangegeven wat daar fout in ging. Dat de balcirculatie omhoog moest. Nou, dat lukte eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook niet goed. Het enige wat we deden was iets meer wissels lopen. Iets minder 1-1. Iets meer vanuit spelpatroon, zodat er minder met de bal gelopen werd. En daardoor kwamen we er iets vaker wat makkelijker doorheen. Stond er veel druk op, omdat er toch een plekje in de Eredivisie op het spel staat? Ja, ik denk het belangrijkste is dat we ze niet, wordt altijd gezegd dat je ze niet onderschat. Nou, dat hebben we absoluut niet gedaan. Ik denk dat iedereen best wel serieus hier naartoe kwam. En alleen niet vrij kon spelen. We konden niet helemaal van ons afgooien. Nou was het natuurlijk zo dat jullie al lange tijd klaar zijn. Halverwege april speelden jullie je laatste wedstrijd. Hoe lastig is het om dan nu opnieuw weer echt te moeten staan? Nou, ik denk dat is precies de juiste vraag. Het is heel lastig. We hebben wat wedstrijden tussendoor wel gespeeld. We hebben ook wat rust gekregen in het begin helemaal, dat we later wat harder en wat zwaarder gingen trainen. Wat wedstrijden gespeeld om toch zo serieus mogelijk daar te staan. En dat wedstrijdritme op te pakken. Maar misschien was dat ook wel een van de dingen waardoor die bal niet lekker ging. Trainen is toch anders. Want wedstrijdritme opdoen in oefenwedstrijden, ja, dat is toch ook weer. Het gaat niet op het scherp van de snede. Nee, dat één. Kijk, als je een team uitnodigt, dan wordt er wel serieus gehandeld. Maar het moet natuurlijk allemaal wel ontzettend fair blijven. Het moet nu ook wel, alleen inderdaad precies wat je zegt. Het scherp is er wel iets vanaf. Heb je doelpunten geteld vandaag? Nee, absoluut niet. Het waren er genoeg. Ik heb er 12 staan op mijn scoreformulier. Mooie bijdrage aan deze overwinning. Ja, daar zitten de Pingels dan wel bij. Dus ik moet ook zeggen dat ik wel veel spelminuten heb gepakt. En dat we op een gegeven moment toen we gingen draaien wat meer dat kon schieten. Dus, de vreugde is er nu, maar die plek in de Eredivisie is natuurlijk nog niet definitief. Hoeveel vertrouwen heb je erin dat jullie die plek uiteindelijk wel gaan behouden? Theoretisch moeten we er gewoon vol tegenaan. We kunnen beter. Dus wat dat betreft zie ik het met frisse moed de komende wedstrijd er wel tegenaan. Komt er wel bij dat we helaas dit seizoen thuis slechter spelen dan uit. En het wordt tijd dat we dat eens van ons afzetten. Mooie gelegenheid om die reeks te doorbreken. Absoluut, helemaal mee eens.